De droefheid, maar ook dankbaarheid voor zijn leven en rust was te merken aan de gezichten van de nabestaanden tijdens de uitvaarddienst van Theo Bijlhout gisteren 2 oktober. Door middel van verschillende gospeloptredens is getracht het leven en de nalatenschap van de succesvolle Bijlhout te vieren. Theo Bijlhout was een gepassioneerde gospelartiest die met zijn krachtige stem, inspirerende teksten en diepgaande geloof een indrukwekkende carrière heeft opgebouwd. Theo Bijlhout was ook een inspiratiebron voor velen. Zijn toewijding aan zijn geloof en zijn muzikale talent hebben een blijvende indruk achtergelaten op de wereld van de gospelmuziek en blijven mensen over de hele wereld raken met zijn betoverende stem en oprechte boodschappen van hoop en liefde. Zijn reis als gospelartiest zal ongetwijfeld nog vele jaren voortduren en zijn nalatenschap zal voortleven in de harten van degenen die zijn muziek omarmen. Bijlhout verliet het leven op 81-jarige leeftijd in de nacht van 20 september.